Welkom bij Vera T. Stretchroutine voor de diepere gelegen buikspieren, maar ook voor de rug en je schouders. Laten we starten in de zittende bol en hol. Kantel het bekken naar achteren en rond je rug. Kantel het bekken naar voren, holle rug. Uitademen, rol uit naar achteren. Inademen, kom op en lift je borst op. Doe zo verder op het ritme van je ademhaling. Kom op. Laten we verder gaan met een variant van de boothouding. Leg je handen achter je. Vingers naar je lichaam gericht. En strek afwisselend je rechter en linkerbeen uit. In principe mag je beide benen strekken en mag je je handen van de grond liften. In deze variant gaat je op een uitademing je been of beide benen strekken. Houd je rug lang. De boothouding met gestrekte armen en benen. Doe zo verder. Strek en buig je benen. Hou vast. Boothouding met gestrekte armen en benen. Kruis je onderbenen, rol over in de knieviervoetstand. Op een uitademing ga je naar de neerwaartse hond en schuif je lichaamsgewicht van links naar rechts, wieg heen en weer. En geniet ervan. Maak je lichaam los. Stap naar het midden van de mat. Buig je knieën, ontspan je hoofd. Pak je ellebogen vast en wieg je bovenlichaam naar links en naar rechts, naar voren en naar achteren. En dan een rugdraai. Leg je linkerhand op de grond en je rechterhand op je onderrug. Lift je schouder op, strek je rechterarm uit en buig je linkerknie. Blik naar voren of naar je opgeheven hand. Laat los, twist andere kant. Lift je schouder op en buig je rechterknie. Rek je linkerarm op. Hou vast. Adem uit en terug naar het centrum in kniezit. Adem in, rek je armen op en verleng je wervelkolom. Adem uit en laat los. Adem in, rek op en neem je rechterpols vast en buig zijwaarts tijdens een uitademing. Strek al de spieren van je rechterkant van je lichaam. Inademen, kom op en wissel. Neem je linkerpols vast. Adem uit en buig naar rechts. Adem in, kom op. Handpalmen bijeen. Verleng je rug en kijk naar je duimen. Adem uit. Strek je armen voor je uit. Maak een ronde rug. Adem in, kom op. Adem uit. Handen achter je, vingers ineengestrengeld. Adem in, lift je borst op. Adem uit, buig naar voren en open je schouders. Adem in, kom op.
Lift je borst op en kijk naar boven. En ontspan. Wandel uit. Vanuit de knie zit met je handen naar voren en kom in de plank. Houd dit even aan. Blijf ademen. Laat je knieën zakken op de vloer. Kruis je enkels. Adem in. Laat je lichaam rustig zakken. Houd de ellebogen dicht bij je lichaam. Adem uit en druk je lichaam op. Houd de buikspieren aangespannen. Trek je navel in. En laten we dit enkele keren herhalen. Hou je rug recht. Hoofd in het verlengde van je rug. Bovenarmen dicht tegen je lichaam. En als je kunt, tikt even de vloer aan met je bovenlichaam. Druk op. Ontspan, lig neer. Laten we verder gaan met een achteroverbuiging. Breng je handen zijwaarts en steun op de tippen van je vingers. Lift je borst op voor een lichte achteroverbuiging tijdens een inademing. En op een uitademing mag je terug zakken. Herhaal op het ritme van je ademhaling. Houd je spieren van je benen en heupen aangespannen om je onderrug te beschermen. Adem in, lift je borst op. Adem uit. En laat los. Adem in, lift op. Adem uit. Ontspan. Voorhoofd rustend op je handen. Strengel je vingers achter je rug om. Adem in, lift je schouders op en je benen. Hou vast. Ontspan. Je linkerkaak rustend op je handen en breng je rechterknie zijwaarts naar voren in een 90 graden hoek. Ontspan je rechterheup. Wissel. Buig je linkerknie zijwaarts en draai je hoofd gelijk naar links. Rustende halve kikkerhouding. Hou vast. Ontspan. Kom in de plank. Een lange rechte plank. Hou vast. Laten we de serie herhalen. Knieën op de grond, enkels gekruist en opdrukken. Inademen, buig je ellebogen, laat je lichaam zakken. Uitademen, druk je lichaam op. Herhaal, zakken op een inademing en rustig opkomen tijdens een uitademing. Houd de rug lang en recht, spieren aangespannen, bovenarmen dicht tegen je lichaam aan. En als je kunt, tikt even de vloer aan. Ontspan. Breng je handen zijwaarts en steun op de tippen van je vingers. Lift je borst op
voor een lichte achteroverbuiging tijdens een inademing. En op een uitademing mag je terugzakken. Maak een vloeiende beweging met je bovenlichaam. Inademen. Lift op. Uitademen. Zak langzaam neer. Herhaal op het ritme van je ademhaling. Lift op. Adem in. Zak neer. Adem uit. Ontspan, voorhoofd rustend op je handen. Strengel je vingers achter je rug om. Adem in, lift je schouders op, lift je benen, de springhaan met gebonden handen. Hou vast. Een sterke oefening. Ontspan. Kijk naar rechts en buig je rechterknie zijwaarts. Trek je knie op in een 90 graden hoek. Hou vast. Een wissel, buig je linkerknie zijwaarts en kijk naar links. Ontspan je linkerheup. Dit is een houding die je iets langer mag aanhouden. Ontspan. Een ontspannende houding. Breng je handen naast je ribben en druk je lichaam op in de plank. Trek je navel in. Breng je linkerhand naar de middenlijn en draai je lichaam naar het scherm, halve plank. Strek je arm omhoog in een T en verder langs je oor. Halve zijwaartse plank. Kom terug in de plank en wissel van kant. Rechterhand in de middenlijn van je mat en draai in de halve plank. Rek je arm op en verder langs je oor. Hou vast. Halve zijwaartse plank. Kom terug in de plank. Laat je knieën naar de vloer zakken. Beweeg je zitvlak naar achteren. Strek uit. Kom terug in knie-viervoetstand en laat je heupen naar de vloer zakken en steun gelijk op je ellebogen. Adem in, lift je borst op. Adem uit, span je spieren aan rond de rug, trek je navel in. Bolle rug, adem in, lift op, adem uit, spieren aanspannen. Rond de rug, trek je navel in, buikspieren en rugspieren aangespannen. Adem in, holle rug, adem uit, span aan, buikspieren, bilspieren, rugspieren aangespannen, kin in. Adem uit, adem in. Adem uit, span aan. Maak de ruimte tussen je schouders mooi rond. Ontspan. Beweeg je zitvlak naar je hielen. Gestrekte kindhouding. Strek uit. Maak je lang. Vervolgens kom je in de handen-knieënstand en wandel je handen naar voren. Laat je bovenlichaam zakken in de puppyhouding. Als het lukt,
Leg je je voorhoofd op de grond of misschien zelfs je borstbeen. Laat los. Kom terug in de gestrekte kindhouding. Van hieruit maken we ons klaar voor de volgende achteroverbuiging, de kameel. Kom in kniestand. Breng je handen naar je onderrug en duw je staartbeen naar de grond. Adem in, lift je borstbeen verder omhoog. Ofwel houd je je handen op je onderrug, ofwel leg je je handen op je hielen. Wat je ook doet, zorg ervoor dat de onderrug niet pijn doet. Als je hals het toelaat, laat je je hoofd hangen. Hou vast. Kom op in de tegenovergestelde houding. De kindhouding. Handen naast je lichaam, handpalmen naar boven gericht. Laten we de kameel herhalen. Breng je handen op de onderrug of naar je hielen. Duw je stuitje naar de grond, lift je borstbeen. Ontspan je hoofd op een uitademing indien je hals dit toelaat. Hou vast. Adem. Adem in en langzaam uit. Kom terug in de kindhouding. Laat los, kom in buiklig. Laat je hoofd op je handen rusten. Open de benen wijd en rol de hielen naar binnen, de krokodil. Zorg ervoor dat je comfortabel ligt. Probeer volledig te ontspannen. Laat je armen, je benen, je schouders en je hoofd zwaar worden, alsof je één wordt met je matje. Sta jezelf een momentje van absolute rust toe en probeer heel langzaam en bewust te ademen. Ontspan, adem en geniet. Zo, dit was het voor vandaag. Bedankt en tot de volgende. Dag.